boys, welkom terug bij Forza Horizon 5. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Auto's van YouTubers. En zoals jullie kunnen zien gaan we vandaag aan de slag met de 6x6 van Joel Beukers. En dit is waarschijnlijk de vetste YouTuber-auto van Nederland. Ik weet dat mensen Ferraris hebben, Lambo's en noem maar op. Maar dit is in mijn ogen de vetste auto, de meest unieke auto. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Maar zoals je ook kan zien moeten we als eerst een kleine make-over geven, want die van Joel is goud. Niet echt mijn keuze. Ik snap waarom het heeft gedaan. Het is een beetje... Het moet opvallen. Het is onderdeel van zijn brand. Maar hij ziet er in het zwart ook wel heel sick uit. Maar ja, we gaan vandaag dus dit ding goud maken. We gaan hem upgraden en gaan we aan de slag. Dus let's go. Die matte kleuren zien er ook vet uit op dit ding, man. Dit is sowieso... Het voelt als een militair voertuig. Dus als je hem echt van de military green zou doen, zou super nice zijn. Maar nee, we doen compleet het tegenovergestelde. We maken hem zo afzichtelijk mogelijk. We maken hem goud. Kijk, hier hebben we goud. En volgens mij is hij ook echt dat shiny gold. Het slaat ook helemaal nergens op. Maar hey, we gaan het doen. En volgens mij is er verder niet heel veel wat er nog aan veranderd is. Volgens mij zijn de velgen zijn zwart. Al zijn ze dat volgens mij standaard al. Ik kan de windows nog een beetje tinten. En verder is... Ja, volgens mij is hij standaard, denk ik. In ieder geval qua looks. Qua performance weet ik niet. We laten hem even standaard zoals hij nou is. Ik weet niet hoe snel die is. Maar we gaan hem zo meteen sowieso nog upgraden. Maar we gaan eerst even rondrijden en kijken hoe die nou bevalt. Moet je toch eens zien, jongens. Met de auto's dit stil is toch wel echt een show, of niet? Het is echt zo bizar. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien. Ik denk ook niet dat het ooit zal gebeuren. Want het is gewoon zo'n unieke auto. En volgens mij heb je er ook een vrachtautorijbewijs voor nodig, right? Ik kan me herinneren dat ik daar iets van heb meegekregen destijds. Je voelt je ook echt gewoon een beetje een vrachtwagenchauffeur, zo. Oh, mijn draaicirkel is niet optimaal. Sorry. Ja, ik denk dat dan die 4x4 squares toch wat juist woord. Wat toegankelijker zijn waarschijnlijk. Het is een beetje hetzelfde idee, dus ook een verhoogde G-Wagon, maar dan in ieder geval niet zo lang. Daar zul je misschien iets meer aan hebben, maar dit is natuurlijk wel weer vetter. Hey, maar we gaan dus eerst even op zoek naar een race. En we hebben hier een race, maar dit gaat hem sowieso niet worden. Het is een veel te kleine baan voor een auto als dit. Juist, kijk, dat willen we hebben, een cross-country. En dan een lekker grote, lange baan. Want die kleine rallybanen, dat schiet ook allemaal niet op. Dus we gaan daarheen. Gaan we eens even karren. Kijken of we kans maken. Ik acht de kans zeer klein. We kunnen hier alvast even beginnen met een beetje off-roaden. Want hij zal wel goed zijn voor off-roaden. Hij is alleen gewoon niet zo snel. En hij stuurt niet lekker en hij is heel zwaar. Heel handig. Hoeveel zullen deze dingen nou nog waard zijn? Want ik geloof niet dat er heel veel gemaakt zullen zijn. Ik weet niet of ze nog steeds maken. Maar het is zo uniek. Je zou zeggen dat dit soort dingen echt moketje wel waard zijn geworden in de loop van de tijd. Maar ik heb geen idee. Kijk, nogmaals. Ze zijn uniek, maar het is niet... Ja, je hebt er niet bijzonder veel aan. Laten we daar eerlijk over zijn. Turn left. Alright, boys. We gaan hier gewoon dwars door een maïsveld heen. Hartstikke idee. Ik vraag me af hoeveel vermogen deze auto al heeft. Want om dit überhaupt vooruit te krijgen, zal hij al flink wat pk's moeten hebben. Want dit is waarschijnlijk gewoon een super zware auto. Dus ik ben ook benieuwd wat we ervan kunnen maken. Want ik kan me herinneren dat ik deze ooit eerder heb gebruikt. Volgens mij was het een Horizon 4. En toen kon je hem best wel snel maken. Dus dat gaan we zo meteen nog proberen. Maar we gaan eerst eens met deze race starten. Ik weet niet of ik ga winnen. We gaan het zien. En ik hoop niet dat er al te veel bocht in zit. Maar volgens mij valt dat reuze mee. 536 pk. Ja, en hij weegt 4000 kilo. Ja, dat is aan de zware kant. Yes. Oh, dat ding is ook vet. Ik weet niet wat dat ding is, maar dat ding is gaaf. Sowieso, die verhoogde auto's zien er altijd wel dik uit. I like it. En dan niet die overdreven verhoogd, wat je ook wel zoiets ziet. Met dan die pick-ups, met die hele grote banden en alles, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel gewoon meer zoiets. Is een off-road gek ding. Is wel cool. In principe wat deze ook is, alleen dan iets minder overdreven. Al weet ik niet of deze auto het verder kunnen verhogen. Kan op zich nog wel lachen zijn. Misschien dat het kan, door middel van een rally suspension. Ik heb ook het idee dat we ze wel in gaan halen hier, zoals je kan zien. Qua topsnelheid zijn we waarschijnlijk al sneller. Alleen qua acceleratie en zo zal het waarschijnlijk wat minder zijn. Maar het lijkt echt een slow-mo te gaan, jongen. Rij 140.
Heb weer een stunt. Nou hoop ik niet dat het ding over de kop gaat. Zou ook nog wel eens kunnen met dit soort gekke dingen. Wel mee, wel mee. Dat hadden we laatst. Ik weet niet meer welke auto dat was. Die die keer over de kop ging. En ik ben ook niet meer zo overtuigd dat we dit eigenlijk nog gaan winnen. Want net liep ik in. Alleen nou niet echt meer. Sinds die bochten. Ja, ze remmen wel redelijk af voor die bochten. Kijk, kijk. En ik rem niet. Oh, shit. Moet wel kunnen sturen. Ik rem niet af, maar dat was ook al te zien. Ik denk dat we nog steeds wel gaan winnen. Heb een beetje vertrouwen in mij, boys. Maar ja, ik ben wel benieuwd hoe de dag gaat zijn als we hem sneller maken. Ik denk dat dit best wel een tof voertuig kan zijn. Kijk, sturen zal altijd een probleem blijven met zo'n lange auto en zes wielen. Het is niet voor niks dat auto's vier wielen hebben en niet zes. Wat zal het volgende zijn wat we gaan krijgen? Auto's met acht wielen. Auto's met rupsbanden. I mean, hey. Ik weet niet of dat alles gedaan. Dat kan nog best wel een goed idee zijn voor Joel Beukers voor een YouTube-video. I mean, hey. Ik weet niet of dat makkelijk gaat, maar in principe zou dat moeten kunnen, right? I don't know. Het zal een grappige video zijn. Ik gooi rupsbanden op mijn 6x6. Is sowieso een trending video. We zijn zojuist aangekomen bij de laatste 15%. En dit is letterlijk een eindsprint. Je kan het op de map zien. Ik weet niet of ik snel genoeg ben om hem nog in te halen. Ik denk het niet. Ik zie niet echt veel snelheidsverschil. Misschien dat ik heel langzaam inlopen ben, maar... We gaan wel snel door het water heen. Alleen, hier is de finish. Nou, als hij misschien iets verder weg stond... Hadden we nog wel kunnen winnen. Maar dit valt me niks tegen. Voor een auto is dit compleet standaard. Volgens mij was hij trouwens standaard. Daar begint te twijfelen. Ik neem aan dat hij standaard is, ja. Hey, we zijn level up. Dan krijgen we weer een wielspin. Wat gaat dit wezen? Helemaal niks, want er zit niks in. $5000. Jullie weten de nieuwe regel, hè? $5000 of $2000 is nog een spin. Want dat zijn gewoon bedragen waar we niks mee kunnen. Dat telt niet. Ik heb hem maar 10, hè? We krijgen die 250k. Of dat... was die auto? Oh, nee! Drie gouden prijzen. Een F40, volgens mij een Koenigsegg en 250k. En dan krijg je 10. Nou ja, oké, fijn. Alright, we hebben deze race in ieder geval compleet niet kunnen winnen. Is een beetje jammer. Ik zie ook dat er een XP-bordje op onze route ligt. Of een soort van onze route. Die ga ik even meepikken. En dan rijden we terug naar de woning. En dan gaan we even volledig upgraden. Ik weet niet hoe snel je deze auto kan maken, maar ik vermoed dat je hem zeker wel richting de 1000 pk kan krijgen. Ik had ook al verwacht dat deze auto standaard meer zou hebben dan dat hij heeft. Oh god, is dit een bordje op een dak? Yup. No. Gaat me dat lukken met dit ding? I mean, dude, hij klimt toch echt als een beest, jongen. Al weet ik niet in hoeverre het echt handig is om zo'n lange wielbasis te hebben. Is dat juist voordelig of... voordelig of nadelig? Ik heb geen idee. Ik zou willen zeggen nadelig. Misschien wordt klimmen wel handig, zoals hier. Jesus. Ik had niet verwacht dat dat zou werken. Ik heb zo het idee dat we dit alsnog niet gaan redden. Dit ding komt niet echt van de grond. Hoef maar een kleine jump te maken, maar... no way. No way. En ik spring... Nee, ik spring mis. We moesten iets verder naar rechts. Waarschijnlijk als wij hier springen... Oh, ik heb hem. Yup. En een koprol erbij. Ik had eigenlijk het idee dat ik niet genoeg snelheid zou hebben. Maar, oké. Het is ook dat het schuin ging. Anders ging ik er waarschijnlijk weer voorbij. Not too shabby. Alright, we gaan weer verder. Volgens mij ligt onze woning letterlijk rechts. Dus als we hier gewoon naar rechts blijven rijden, dan komen we van huis thuis. Kijk hoe groot deze auto is vergeleken met dat huis. Maar ja, we gaan hem dus upgraden. Ik weet dus niet of er al iets gebeurd was, maar... ik kan je garanderen dat het in ieder geval niet volledig geüpgrade is. En trouwens, over dat gesproken, had je nog wat andere onderdelen? Een andere bumper? Oeh. I mean, ik zou het niet doen, maar uniek. Oké. Okay. En waarschijnlijk zooi achter in die bak. Ja. Yeah. Nee. Wat ik trouwens het beste ook kan doen, is gewoon kijken naar een custom tune. Doe me dat ook maar weer. 337 km per uur. Met 1750 pk. Dit is een off-road rally tune. Dus dat is in principe wat wij zoeken. Waarom ik niet, joh? Hè? Had ziek idee. Please zeg me niet dat dat ding ervoor op zit.
Please, zit er niet op. En die bak achter, want dat is zo gigantisch lelijk. Dat kost me 120k. Ah, no. Oh, dat ding voorop is zo lelijk. Omdat het zo ver uitsteekt. Als dat gewoon platter was, was het niet erg geweest. Die velgen zijn ook afgrijzelijk. Hij heeft in ieder geval niet dat ding achter in de bak. Dus dat is iets. En de rest zien we toch niet, want wij zien de auto van de achterkant. Dus it doesn't matter. En nou is hij waarschijnlijk een heel stukje sneller. Oh my god. Hoor dat geluid alleen al. Het lijkt erop dat hij nou zelfs nog beter stuurt ook. Wat raar is. Ik had verwacht dat hij juist minder fijn zou sturen. We hebben nou natuurlijk wel off-road banden. Dus dat helpt ook wel weer. Zal hij minder slippen. Of kan dat slippen soms wel in je voordeel werken? Vooral als je scherpe bocht hebt. Als je een heel veel grip hebt, dan kijk je van die understeer. En dat is niet echt heel chill. Maar ja, waar moet ik eigenlijk heen? Hier zijn we. De Tapalpa Trial. En dit is een S1 auto. En ja, dit was hem. 6,4 kilometer. Dat is wel korter dan die race die we net deden. En dit is met wet season. Ja, dat maakt niet uit. It's all good. It's all good. Oeh, het is wel mokertje donker. Wat op zich prima is, want dan hoeven we dat chrome niet te zien. Want het chrome, nogmaals, is behoorlijk lelijk. En misschien ben je het niet mee eens, maar ja, het is niet echt mijn stijl. Maar hey, nou hoeven we het gelukkig ook niet te zien. En het feit dat dit ding zo snel weg is, jongen, die launch. Er rijdt er nog een meer mee. En er rijdt ook nog een auto mee met zwaailichten. Auw! En nog een andere 6x6. Ja, sturen, dat vindt hij soms niet heel leuk. Als we maar gewoon niet heel veel bochten hebben, dan komt het wel goed. En ik denk ook dat we het beste die bochten kunnen pakken met de handrem. Om hem gewoon een beetje in die bocht te laten glijden. Ik denk dat dat de beste strat is. Ik probeer het nou een beetje, kijken of hij kan glijden. Want ik heb verder eens alle assist uitstaan. Dat zullen we ook niet nodig hebben bij dit ding. We rijden al tweede. Je merkt gewoon hoeveel dat performance verschil is. Van mij en die auto voor mij. En je moet trouwens realiseren, die auto's die je meerijden zijn allemaal ook S1 klasse. Het is niet zo dat dit standaard auto's staan waar ik tegen rijd. Het zijn allemaal S1 auto's. En als ik nou iets beter die bochten kon nemen, dan reed ik al eerst. Maar ja, dat is echt het grote probleem natuurlijk, die bochten. En into the jungle we go! 60%. Ja, ik probeer hem wel echt een beetje bij te houden. Is al moeilijk zat. Oh, nou zijn we er kort achter. Laat me er langs. Kijk hoe groot dit ding is vergeleken met dat ding van hem. En ik moest schakelen en dat deed ik niet. Nice. Maar dat ding is zo groot, dude. Ik weet ook niet wat er met die auto's gebeurt. Maar die lijkt ook echt bijzonder laag. Alsof je verlaagd is. Niet ideaal voor een... ik probeer te sturen voor een rally event. 91%. De laatste bocht. Ik laat hem gewoon niet langs. Ik ga gewoon dwars op de weg staan. Hatse flats. Into the wild. En dat is een andere Mercedes. Dat is de X-Class. Ik denk niet dat ik die ooit heb gebruikt. En ik weiger te geloven dat die standaard zo laag is. Volgens mij was die oprecht verlaagd. Dan komt iemand aan en ik weet niet wat het is. Is dat dezelfde? Hey, dat is... Wauw, dat is letterlijk zilver. In ieder geval, het lijkt zilver. Het is volgens mij... Volgens mij is dat brushed metal. Vind ik persoonlijk wel mooier. Weet je wat ik daar hem uit? You just challenged a driver. Ik moet hem helemaal naar rechts sturen. Ja. Ik zou wel gewoon netjes de weg volgen. Ik zou kunnen offroaden, maar dat is een beetje cheaten. En dit is een speed... Oh shit. Dit ding stuurt gewoon echt. Ik zat in mijn 5. Oké, dat verklaart. Maar ja, die speedzone die is ook even bij. Dat is een beetje jammer. Ik zie hier een circuit race. En ik ben eigenlijk bijna geneigd om te kijken of we hier een normale raceauto van kunnen maken. Dus we halen die offroad banden eraf. We verlagen hem. En we gaan dan zo'n soort race doen. Dat is op zich nog wel een optie. Dus we gaan wederom weer terug naar de tekentafel. Als ik weet waar dat ergens is. Hoe zou dit eigenlijk doen met drag tires? In een drag race. Dat is ook nog wel een grappig hoor. Dat is ook nog wel een idee. Vooral aangezien we hier links van ons letterlijk zo'n dragstrip hebben. Ik weet niet of die optie er is, maar dan kunnen we ook even naar kijken. Ah! Maar is er dus een road versie van deze auto? Ze hebben allemaal rally suspension.
letterlijk allemaal. Dus ik weet niet of dat überhaupt kan. Ja, je hebt alleen stock en rally. Oké, die drag tune is dus niet mogelijk. Was op zich wel leuk geweest als dat kon, maar dat is dus, dat kan niet. Vind ik op zich wel jammer. Dus wat gaan wij doen? Ik denk dat ik een andere tune uitkies. En we proberen gewoon die. I don't know. Gaat deze nog sneller? Reed die van ons 375? Kijk, deze is gewoon clean. Geen gekke onzin, geen gekke velgen. Deze is gewoon nice. Het is ook wel eens fijn om te zien dat mensen met een fikkers ervan afblijven. Gewoon laat zoals je moet zijn. Alleen een kleine performance upgrade. Je merkt wel dat die gearing heel anders is dan net. Waarschijnlijk was die andere wat meer acceleratie en deze waarschijnlijk meer topspeed. Maar lijkt het in ieder geval wel op. En ik weet niet waar we heen rijden. Ik rij gewoon naar de eerste de beste race die we tegenkomen. Maakt niet uit wat het is. En ik denk dat ik daar even ga vliegen. Want ik zie daar een mooie springkans. Zou ik een stad in kunnen vliegen hier? Oh no. Oh shit. Oké, de stad was iets verder weg dan ik had verwacht. Dat was nog best wel een nette sprong. Ik kwam nog net op de weg terecht. Had niks tegen, maar hier moet ik niet zijn met deze auto. Stel je voor, zo'n 6x6 in Amsterdam. Het is geen feestje. Hier moeten wij snel weg. Al kan het wel grappig zijn om juist daarom zo'n race te gaan doen. Weet je wat? Ik heb maar bedacht. We gaan juist wel hier een race starten. Ik weet niet of we deze street race willen doen. Dat is weer donker, daar heb ik echt geen zin in. Blijkbaar gaat dat deze zijn. De Panoramica Sprint. En dit is een sprintrace midden in de stad. Als ik deze win, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Het goede nieuws is wel, dit zijn allemaal pick-ups. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik denk, we krijgen gewoon allemaal S1 auto's. Maar dit zijn allemaal S1 pick-ups. Dus dat is een heel verschil. Al kan ik alsnog niet, ik kan niet sturen. We zijn de enige. Nee. Er rijdt een verloste Raptor mee. Oh, dude, ik probeer te sturen en er gebeurt gewoon helemaal niks. Nou, er is nog één andere 6x6. Dat is dus die Ford. Maar geen Mercedes. En ik merk wederom weer een gigantisch performance verschil. Ik ben zoveel sneller. Maar ik kan gewoon niet. Ik kan niet sturen! Misschien moet ik die vangrill een beetje om hulp vragen. Kijk of dat lukt. Ja, dat werkt. Op sodemieter! Dat ding is ook lelijk trouwens. Die hoe heet dat ding ook weer? Puntje van mijn tong. De Gladiator heet dat ding volgens mij. Dat ding is zo raar. Die verhouding is lang. Het lijkt een beetje alsof die auto 6 banden nodig zou hebben. Hij is te lang voor 4. Vind ik tenminste. Wat ik nou trouwens aan denk, zit er een Hummer A1 in deze game? Volgens mij niet, hè? Die oude Hummers zijn ook gewoon badass status. En dat is gewoon super dik. Letterlijk en figuurlijk. Waarschijnlijk wel iets makkelijker om te gebruiken dan dit. Al zou je daar ook niet kunnen parkeren in Amsterdam. Maar ja, dit had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat wij zo snel iedereen voorbij zouden karren. Ik had ook niet verwacht dat we pick-ups tegen zouden krijgen. En er is eigenlijk één ding wat we nog niet hebben geprobeerd met het ding. En dat is driften. Ik denk ook niet echt dat het gaat werken. Maar ik wil nog even kijken of we een kleine driftzone kunnen proberen. En kijken of er überhaupt iets gebeurt. Waarschijnlijk hadden we dan die andere tune moeten gebruiken. Die veel meer wheelspin had in het begin. Want deze komt een beetje traag op gang. En dat was inderdaad de Gladiator. Ik betwijfel of we met deze auto kunnen driften. Of in ieder geval zoals hij nu is. Het zal al moeilijk genoeg zijn met het feit dat het een 6x6 is. Maar met deze tune, denk het niet. Kijk, ik rijd nu met 3. En er is te weinig torque. Kijk hoe traag die op gang komt. En deze 2 gaat ook niet werken. Dus helaas. Nou ja, weet je wat? Er zit er nog maar één ding op. En dat is naar huis rijden en nog even een wielspinnetje openen. En dan neem ik er afscheid. Ik zet hem naast die golfkarretjes. Kijk dan. Oh my god, wat is dit ding groot. Die past er letterlijk achterin. Maar ja, we gaan nog even snel een wielspin openen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze nieuwe video. We pakken een... Weet je wat, we doen een super wielspin. Want die heb ik hier nog bij staan. Hartstikke idee. Wat oh wat gaat het zijn?
3 keer goud. Nou. Dit is nog... dit valt niks tegen. De Lamborghini Countach. 175k en 90. En volgens mij had ik die Countach nog niet. Kijk, daar staat hij. Onze gloednieuwe Countach. En zoals je ook kan zien is onze Lamborghini collectie bijna compleet. Dus dat is mooi. En ja, we gaan hier stoppen. Mocht jullie nog wat YouTubers weten met toffe auto's, laat ze achter in de comments. Verder rest voor een leuke video. Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Adieu.